De Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van aanverwante beroepen, COFAP, heeft gisteren World Teachers Day gevierd. Het thema voor dit jaar is The Right to Education Means the Right to a Qualified Teacher. COFAP-directeur Anshelle Wallerlei-Kumbangsila benadrukte dat onderwijs een van de grondenrechten van de mens is. Tevens haalde ze aan dat een van de doelen van de Verenigde Naties is dat er tegen 2030 meer gekwalificeerde leerkrachten zijn. Herinneren we u eraan hoe belangrijk het is om dat recht te beschermen door te investeren in een sterk personeelsbestand. Ook hier op het instituut hebben we te kampen met een ernstig tekort aan met name verpleegkundige docenten, maar ook aan opleiders in de praktijk en stageplekken. Dit tekort is zodanig dat het voor het instituut onmogelijk is om de lange wachtlijsten op adequate wijze weg te werken. Honderden mannen en vrouwen zouden heel graag verpleegkundige of verzorgende willen worden. Helaas kunnen we bij elke intake maar een beperkt aantal groepen starten. Het tekort is zodanig dat besloten is dat wij alleen kunnen laten instromen de aantallen welke uitstromen. Daarnaast is de jaarlijkse intake van 4 keren naar 2 keren gebracht. Dit schooljaar is er daar een aanvang mee gemaakt, alleen maar om de overbelasting op de docenten te verminderen. De COFAP-directeur haalde verder aan dat wanneer er niet geïnvesteerd wordt in de gekwalificeerde leerkrachten, de vele doelen in de wereld niet zullen worden gerealiseerd. Ons als instituut, maar ook voor de gehele gezondheidszorg in Suriname. Alleen met uw bijdrage kunnen we competente verpleegkundigen klaarmaken. Kunnen we gezondheidszorgdoelstellingen behalen en kunnen we een Suriname creëren waar gezondheidszorg op een goed niveau is voor een ieder. Namens directie, management en het gehele personeel wil ik alle docenten, en dat is zowel de part-time docenten als de full-time docenten, heel hartelijk feliciteren met deze dag. Part-time docenten, uw bijdrage aan het verpleegkundig onderwijs is niet alleen essentieel, maar ook substantieel. Feitelijk wordt het grootste deel van het onderwijs hier verzorgd door part-time docenten. Zonder deze bijdrage kunnen wij geen verplegenden opleiden. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en dank voor uw aller inzet. Ik laat u achter met een quote: een leraar raakt een eeuwigheid. Hij of zij weet nooit waar zijn invloed zal stoppen. COFAP-directeur Anshelle Wallerlei-Kumbangsila gisteren bij de viering van World Teachers Day.